Na een knalselder snijdt eerst in stukken, want die bol daar rolt naar alle kanten. En dan zal ik je nog een trucje leren. Hoppa, drie. Dank je, doktertje. We pakken een vork. Je stikt je van onder in gember. Want als je gember wilt schillen met een mes, dat is lastig. En na de pluts, om aardpeertjes, om gember te schillen. Voor dat stukje draai je hem even om. Zie je eens? Die vork, zo gemakkelijk. Je stikt je in ajoinen, in salotten, in radijzen, in loek. En dan kun je scheefjes maken. Maar doe dat wel met een vork. Want als je dat zo doet, dan heb je de carpaccio. Tot ziens. Maar laat ons eerlijk zijn, dat tandmes, dat kun je niet meer vergelijken met mijn oude rommel. Hè. Dat is de wereld van verschil. Na nog 2 minuten van mijn tijd. We gaan nog kronen maken en we gaan nog julienne maken. Dan met de cirkel wordt dat kroontje rond. En de leverpuntjes, dat pak je een draaihoek. Dat moet je maar kiezen, dat doe je met de zaakjaar. En als je dat kroontje wilt maken, dan kun je alleen maar met een komkommer of een courgette moet de goosting waaruit snijden. Ik snij nooit aan de bovenkant, ik snij altijd in de pijl in de zijkant. En dan maak je een volledige toer. Maar niet van boven snijden, hè. Stukje overlaten. Als je dan een hele toffe wakker op een plaats laat barbecue een buffetje wilt maken met de feesthouden, dan maak je een volledige cirkel. Als je helemaal rondje, dat topje, dat breekt af. Dat kun je afbreken van iets naar iets, zonder moeite. Dat is plat, dat breekt. Dat komkommerje kun je daar snijden. Dat kroontje kun je opvullen met ajoin, peterselie met gerookte zalm. Dat is goed. Die top kun je nog in scherpjes snijden. Dat zijn starkjes. Zeer is eer. En laat de wagen niet vangen. Want wat die populair is, nog 1 minuut we gaan julienne snijden, dat zijn courgetten om die fettuccine te maken. Weet je wat dat draaijaren kost voor een pasje in de GB van 200 gram? Er gaan draaipasjes in een courget. Dat wil zeggen dat kost dat 9 euro. Dat kost me een halve euro, maar ook dat dan zelf. Want dat is veilig om je kopen. Maar als je naar een blokker gaat, er wordt een apparaat verkocht dat noemt dat Spirelli snijden. Ik heb er vandaag al meer dan 25 gehad. Heeft er iemand het al gekocht? De courgette moet erin, hier moet hem eruit. Krijg hem er niet in, krijg hem er ook niet op. In de keuken, niet in de slaapkamer, maar dan met zijn andere koken. Heb ik hier al een gesnijding even voor. Dit is hier, Julien. Dat is een ander mesje. Dat zijn allemaal kleine mesjes. Dat is geen schelder, hè? Dat is een ander mes. Je moet gewoon trekken. Er is geen mandoline, geen groenteschaaf, geen ene keukenbot. Je net dat zo gemakkelijk kan snijden. Weet je, ga je met dat waren weer, over 2 weken, waren er mensen bij. Ze hebben een kast vol met groenteschaven, keukenbotten. En weet je wat ze dan thuis kwamen met hem? Met geraste pekjes in een plastic zakje. Die waren nooit gedroogd tegen dat je een benotte wordt. De aardappelen snijden, stippengras, de appeltjes, witnootsalat. En je hebt nog nooit in je hele leven de komkommers in snijden in julienne. Maak zo eens een salatje, doe dat in een gin tonic in plaats van scheefjes. Het gaat overdragen, er worden een paar wekker. En het lessen om het te laten zien is je ajoin. Nou, er juist eigenlijk scheefjes, hè. Dat doe je mee met schellen. Als je de julienne pakt, en je hebt een eentje nodig met Amerikaan, met preparé, met gerookte zalm, ja, met een sausje, dan pak je de julienne en je snijdt dat ook. Mag ik nog iets goed maken? Heb je nog 10 seconden? Kijk dit. Ga nog nooit eet... Hey, ga nog nooit eet gedaan in de keuken, ga je de wagen niet mee. We gaan verscheten. We beginnen met 5 flessen rode wijn en dan gaan we schellen, wat er al ooit zijn. Je schelt op en af. Schel op dezelfde plus en op de scheefjes. En daar kunnen ze gewoon mee presenteren. Door er dan een courgette kunnen lasagne maken. En dan gaan we dat van binnen nog wat opvullen. En je draait je komkommer op tot van boven toe. En dan gaan we nog op congé en dan gaan we nog op prijs op het taloer. Je pakt een mesje erbij. Snaar ga je komkommer af. Dan gaan we naar de Chinees. Slaan hem 2 keer af, maken we sushi. Dan gaan we naar de Japanees. Ja, kijk hier. Komt er dan niet van mij. Dan gaan we naar de winkel. Waar ze kookpotten verkopen van de Meijeren. Want ze hebben daar een shoppingcenter. Ze hebben daar een Nino. Koop dat dan door. Want je kunt dat niet vergelijken met mijn naam. 28,5 euro voor de schiller. 24,99 euro voor de julienne. Heb ik betaald, dan hangt een shoppingcenter in de Nino. Online zijn de 54 euro kwijt. Ik ben meer dan 14 jaar geleden begonnen. Met de schiller Ali en de Turbo. Aan de prijs van 10 euro. Pak je die vandaag mee? Nog altijd 10. Die Juliana, die kost vandaag 25 euro in de winkel. Maar mij krijg je hem cadeau. Dat is 10 euro voor 2 stuks samen in Inox. Als je weet
Dat die roesbakjes, 3 euro kosten, vroeg 5 euro per stuk, is een spotgoeie koek. De mensen die twijfelen om 10 euro voor de keuken, een iPhone in een zak, 1500 euro voor te bellen, 10 euro voor te pellen en te schelen. Ik heb wel zijn bank. En als we even wordt om in te pellen met waarom boven. 10 euro. Zijn adressen dat je hebt, zijn ooit verkocht. Dan gaan we ook nog café. Er is niks te verdienen, maar niet op mijn zak. Allee.